Ik ga nu de eerste oefening demonstreren. We hebben allemaal de bouwstenen in de computer gezet. Dus dat is in orde. Hoe maak je nu een brief met die bouwstenen? Daarvoor ga ik naar de eerste opgave uit het vorige handboek. Ook focus 4, starter 7. Hoe stel je een prijsaanvraag op met bouwstenen? En daar gaan we oefening 2 van maken. Dat is de opgave daarvan. Dat vind je op pagina 105 en die staat ook in deze map. Dat is het bestand IMG 20200416-02. Of ook Office 5, F4, starter 5B, zoals je hier kan zien op deze tekst. Hier zie je nog eens de bouwstenen die je op de juiste plaats moest zetten in je handboek. Maar ik heb dat dus voor jou gedaan, want dit is herhaling van de vorige keer. Het is misschien ook heel nuttig om je blauwe NBN-normen erbij te nemen, omdat daar de opbouw van een brief staat ingeschreven. We volgen die strikt op. Dus ook in mijn evaluatie ga je strikt aan deze opbouw houden. Dus eerst is het briefhoofd, dan komen de gegevens van de geadresseerde met een aanspreking. Kijk ook naar de tussenregels die heel belangrijk zijn. Je zet in Word je regelafstand op enkel. En dan laat je hier en hier twee regels. 1, 2, 1. En dan heb je de brieftekst. En dan heb je de slotformule. 6 regels naar beneden heb je jouw handtekening. 1 regel naar beneden, uw naam en de functie. En als er eventueel bijlagen komen, komt daar ook 1 regel tussen. En nog een regel voor de kopie. Dat is de opbouw van de bouwstenen. Natuurlijk. Met alleen die bouwstenen heb je niet genoeg, dus daarvoor moet je ook nog een beetje eigen creatie aan de hand doen. Dus we nemen het briefpapier van Decathlon, dat ook in de map staat, om het gemakkelijk te houden. En dan gaan we dus de brief maken. Zoals je ziet, heb je hier een briefhoofd met een hoofding. Dus als je dan gaat kijken in je blauwe binnormen, dan kan je zeggen dat die staat op bladzijde 27. Dan zie je ook dat de datum helemaal rechts komt. Dus als je hier het logo hebt, dan kan je hier nog helemaal op het einde de datum nemen. En we nemen 20 april 2020. Daar moet de datum komen. Onder het telefoonnummer, onder de gegevens van de afzender, laat je dus, ik laat het nog eens eventjes zien, 0 allemaal hier, maar hier de regelafstand op enkel houden, want anders klopt het niet. Oké, dus nu doe ik hier ook nog eens eventjes kijken. Ja, dat is allemaal oké. Goed. En als dit Verdana 10 is, dan ga ik hier ook Verdana 10 van maken. Dan staat alles netjes zoals het overal hetzelfde. Ja, en dan ook 10, want anders is het niet mooi. Ik ga 6 regels naar beneden, zoals in de blauwe binnennormen op pagina 27. 6. En dan hebben we de aanspreking. In uw opdracht staat dat Hilde Koppes voor de managers van de verschillende afdelingen nieuwe naamkaartjes gaat maken. En Anne Mertens, dat ben jij, heeft de opdracht gekregen om een prijsaanvraag op te maken met de volgende gegevens. Je stelt de prijsaanvraag op door gebruik te maken van de bouwstenen. De contactgegevens van de mogelijke leverancier voor de nieuwe naamkaartjes zijn Printworks Blijde Inkomstraat 2, 2140 Borgerhout. Dus dat gaan we nu doen.
Er staat niet bij aan wie het geadresseerd is, dus we adresseren het gewoon aan de firma. Dus dan komt eerst works, zo, en dan Leiden Inkomstraat 2, enter, 2140 en in drukletters Borgerhout. Zo, dat is het adres van de geadresseerde. Eén regel naar beneden, dan twee regels naar beneden, dan komt het onderwerp. We moeten dus een prijsaanvraag doen. Dus de onderwerpsregel wordt dus in het wet prijsaanvraagnaamkaartjes. Dan zet je ook het vet uiteraard af. Dan weer twee regels naar beneden. En dan komt de aanspreking. En voor de aanspreking hebben we een bouwsteen. Dus ik ga hier naar invoegen. Snel onderdelen. Ik kies hierbij aanspreking. Ik weet natuurlijk niet, is het een heer of een mevrouw? Dus ik neem ze allebei. Dus ik voeg dit in. En het staat er. Natuurlijk is hier dan weer de regelafstand versprongen. Zo, dat veranderen we dan eventjes. Want in de brief komt maar één regel. Dus, nu moeten we, als je kijkt naar de bouw, kijk daar regelmatig naar terug. Dus we hebben hier het briefhof, gegevens, de kenmerken, het onderwerp. Kenmerken waren er hier niet. Aanspreking hebben we gedaan. Nu beginnen we aan de brieftekst. Dus we beginnen eerst met de opening, het begin. Daarvoor ga ik weer naar invoegen. Tekst, snel onderdelen. En dan ga je naar de prijsaanvraag. Naar het onderdeel prijsaanvraag. We zijn op zoek. Je mag dus zelf kiezen. Hè? We zijn op zoek naar een nieuwe leverancier voor. Graag ontving ik een offerte. Ons bedrijf is in volle expansie. Is ook niet juist. De catalogus hebben we ook niet. En de catalogus, ja. Dus dat gaan we niet doen. Dus dan kiezen we de eerste bijvoorbeeld. We zijn op zoek naar een nieuwe leverancier voor puntje, puntje. Naam, kaartjes. Dat is uw openingszin. Je kan dus niet zomaar met de deur in huis vallen. Dus ik voeg er ook nog die andere zin aan toe. Prijsaanvraag. Graag ontving ik van u een offerte voor de levering van de volgende producten. En die producten staan in uw boek. Ik ga hier, je ziet dat dat een opsomming is. Dus ik ga hier mijn stijlenvenster open doen. Ik ga naar opties, aanbevolen, alle stijlen, oké. Okay. Dan kies ik lijst, opsommingsteken. Zo, netjes. En dan ga je die gegevens overtikken. Hè. Aantal stuks. 400 per persoon. Afmetingen. 55 op 85 millimeter. Afgeronde hoeken. Full color, glanzend papier, 300 gram. Uiteraard de binnennormen passen we aan, dus alle opsommingen beginnen met een kleine letter. En eindigen op een komma. En het laatste is een punt. Zo. Voor alle managers van de verschillende afdelingen. 400 per persoon. Daarvoor moet je gaan kijken naar het organigram van Decathlon. En dat heb ik niet opengedaan. Dus dan moet ik eerst nog eens
gaan zoeken. Focus 1 bij het onthaal. Zou we dat daar ergens moeten kunnen vinden? Ja, en dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5. Per persoon en dan, dan kan je zeggen 5 managers. Zo. Oké. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe leverancier. Graag ontvang ik voor de levering een offerte voor de levering van die dingen. Dat is goed. Dan zitten we hier aan de slotzin. Dus invoegen, tekst, snel onderdelen, weer naar prijs, aanvraag. En dan kies je voor niet de base, want dat is de beginzin. Maar wel de... hier zijn nog, ik heb die genoemd PAM 1 en PAM 2. Prijsaanvraag midden 1, midden 2. Dat had je ook kunnen gebruiken. En dan gaan we een slotformule kiezen. Indien uw voorwaarden gunstig zijn, kunt u rekenen op een bestelling. Hopelijk mogen wij op interessante voorwaarden rekenen. Dat gaan we doen. En dan kan je nog de slotformule toepassen. En dat is dan hier bij slotformule. Vriendelijke groeten. Maar die staat dan verkeerd. Zo, hier. Dan ga je uiteraard weer kijken naar je regelafstand, die weer niet, die weer versprongen is. Zo. Dus check het altijd, hè. Hier moet weer een regel tussen. En dan moeten we hier ook weer kijken naar... Op het enkel zetten. 6 regels naar beneden. 1... 2, 3, 4, 5, 6. En dan uw naam, Ann Mertens. Maar jij voegt jouw eigen naam in, hè? Dus jouw eigen naam, wat ben je? Je bent een office assistant. En dan is uw brief klaar. Dit sla je op in je portfolio. En je gaat die ook uploaden. Daar staat Office 5.1, Focus 4, Starter 7, prijsaanvraag. Dus zo ga je dat ook opslaan. Als in je map oplossingen. Office 5.1, Focus 4, je moet dat even voluit schrijven. Starter 7, prijsaanvraag. Opslaan. En dat is het. Zo doe je dat voor al die oefeningen. En je gaat dit uiteraard ook uploaden in de uploadmap op Smart School, die ik daarvoor aanmaak. Veel succes!